Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, dames en heren. En daarna komt er een nieuw kabinet. Het gaat een hele heftige strijd worden deze keer. Wethouder Jan de Laat van Gouda Positief wil de landelijke politiek in bij deze verkiezingen met de partij VNL voor Nederland. Dat klopt. Welkom. Dankjewel. Welkom. Je durft wat, maar daar komen we zo op. Wie is Jan de Laat? Even in een paar woorden. Nou, Jan de Laat is wat mij betreft een enthousiaste man. Ja. Die graag dingen in de wereld, in Nederland, hè, dus voor Nederland en ook voor Gouda, zo goed mogelijk wil helpen inrichten. Op dit moment vooral voor Gouda? Op dit moment vooral voor Gouda, overigens ook voor mijn kinderen. Want ik heb 3 kinderen, ja. 2 dochters, eentje van 17, een van 14 en een zoon van 11. En voor hun vind ik het ook fijn om mee te kunnen werken aan een positieve toekomst. Oké, okay. Noem 1 ding wat je met de partij Gouda Positief hebt bereikt afgelopen jaren. 1 ding. Kort. Nou, de financiën grotendeels op orde. Nou, dat is heel positief. Dat is positief. Zeer positief. Elke jaar hebben we een overschot en we hebben het weerstandsvermogen op orde, terwijl de stad gewoon enthousiast doorgaat. Juist, oké. Okay. Dan gaan we een stapje verder. Gouda is niet genoeg voor Jan de Laat. Nee. Hij wil de landelijke politiek in. Nou ja, als die vraag is van waarom. Ja. Ik ben een man, ik zeg altijd een jongen, maar ik ben niet meer de jongste. Dus ja. Zeg maar een man die ook idealen heeft. Ik denk dat iedereen in het openbaar bestuur, of die zich politiek inzet, vanuit een aantal idealen handelt. En voor mij is dat mee kunnen werken aan een vrije wereld, vrije mensen en op basis van de vrije markt kijken of we gewoon er echt perspectief voor kunnen krijgen, zodat iedereen weer een positieve toekomst heeft. Ja. En mijn uitgangspunten daarbij zijn het klassiek liberalisme, wat nu bij VNL zit. Daarom heb ik de partij gevonden en ben ik er ook erg enthousiast over. Mm-hmm. En het is gebaseerd op mijn levensfilosofie. Daarom ligt dat boek hier ook van de oorspronkelijk Russische, maar vooral Amerikaanse filosoof Ayn Rand, met haar objectivisme. Wat zegt 1 zin uit dat boek uit je hoofd dat je zegt, yes, dat pakt mij? Nou, wat mij echt pakt, dat is dat je het mensbeeld is wat zij noemt mens als heroïsch wezen en niet als probleemgeval. Oké, okay. Je bent een held. Je bent geen probleem. Nee, in feite zijn de mensen zeg maar, in het rijk van levende wezens de meest krachtige. Je hebt namelijk gezond verstand gekregen. Ja. En daar kan je iets moois mee doen in het leven. En dat vind ik fantastisch. Oké. Okay. Nou, dat ga je dus nu proberen in Den Haag, in die Tweede Kamer, te bereiken. Ja. En weet wel in wat voor leeuwenkuil, slangenkuil je terecht gaat komen. Ja. Weet je dat? Dat weet ik. Dat is overigens ook een uitdaging. Oh. Want als je vraagt, wat is Jan de Laat voor man? Ja. Dan vind ik het ook leuk om een beetje de spanning in het leven op te zoeken. Af en toe is wat te doen wat anderen niet verwachten. En er dan toch weer met elkaar een verbinding te zoeken en er een succes van te maken. Dan ga ik nog even een stapje verder. Heb je door dat wellicht de pers op jou zal duiken? Ja. En dingen als met Trump en Rusland, ik ga daar verder niet in detail over praten, maar ze zouden dus dingen kunnen vinden uit jouw verleden. Of zeg jij, mijn verleden is brandschoon? Zover ik weet is het brandschoon. Weet je, ik heb wel eens te hard gereden. Ik heb wel eens, ik geloof, op een parkeerplaats gestaan. Weet je wel, dus dat kunnen ze allemaal gaan vinden. Dat zal wel, ja. Nou, maar misschien even voor de goede orde. Ik ben niet erg enthousiast over Trump. En het zit ook erg in het verlengde van de PVV. En daar ben ik ook niet enthousiast over. En misschien ook goed om te vermelden dat VNL is opgericht door mensen die met grote persoonlijke gevolgen ook afstand hebben genomen van de PVV. Okay. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om ook te constateren. Ik zag jou een beetje te duwen in die hoek eigenlijk. Ja, dat dacht ik al. Ja. Kijk, de PVV is een partij die mensen tegen elkaar opzet. Ja. Terwijl VNL juist een partij is die op basis van, want dat zegt het klassiek liberalisme ook, heb respect voor het individu en ga op basis daarvan een constructieve samenwerking en toekomst in. Dat is dus een groot verschil. Dat is een groot verschil. Jan, nog iets. De euro mag blijven van jullie, van VNL? Ik vind dat de euro, zeg maar de munteenheid, moet gekoppeld zijn aan het land. Want dan heb je controle. Dus wat mij betreft, kijk, we zitten nu niet in een ideale situatie. Dus als je de euro afschaft, moet je ook praktisch kijken. Ja. Maar het is wat mij betreft wel een mislukt experiment. Zo. Dus er moet een andere munt komen. Nou ja, idealiter wel. Het is zoals die zich nu ontwikkelt, is het gewoon onhoudbaar wat mij betreft. Dus je moet daar gewoon stapsgewijs, zou je naar een oplossing moeten gaan. Ik heb in jouw spullen natuurlijk gelezen. En ik begrijp, ja, het liefste zou jij, tenminste jullie partij, de Voor Nederland, een munt willen hebben voor Frankrijk, Duitsland, Nederland en nog een paar landen. Ja. Dus een soort Noord-Europese munt. Ja, kijk, het is de munteenheid idealiter past die is een munt gekoppeld aan een land. Omdat je eigenlijk ook
de constructiviteit van een land. Hè. Als de economie goed gaat, dan past de munt zich daarbij aan. Als de economie slecht gaat, dan gaat de economie zich daar ook bij aanpassen. En in principe is het zo dat met westerse waarden, waar de ondernemerschap centraal staat, zie je in principe een groeieconomie. En dan past de munt ook bij de landen die een groei van de economie nastreven. Okay. Dus vanuit nu een zeg maar, breedschalige euro is het een enorme verbetering als je een munt koppelt aan de landen met een groeiende economie. Ja. Nou, wie weet, zegt het publiek ja tegen jou. Het publiek is boos, maar dat wist je wel, denk ik al. Nou, Nederland is boos. Nou, ik ben ervan overtuigd dat er boze mensen zijn, er zijn blije mensen en er zijn neutrale mensen. Jij bent een blij mens. Ik ben een zeer blij mens. Maar ik kom genoeg tegen die niet meer blij zijn in Nederland. Nee. Wat wil je daar dan doen? Ik vind het vertrouwen in de politiek moet terug. Een van de standpunten van VNL is ook met referenda dat die bindend zijn. En dan moet je denken aan het Zwitserse model. Ja. En wat het goede is van het Zwitserse model, dat is dat je met z'n allen een besluit neemt. Als daar referenda worden gehouden, dan gaat ook het hele land gaat met elkaar in discussie. Wat willen we nu met elkaar? En soms komt er dan een besluit uit waarvan een deel van het land zegt dat is geen goed besluit. Maar dan heb je het toch met z'n allen genomen. Hm. En dat is een groot verschil met dat er nu over ons wordt beslist. Ja. Als 60% iets niet wil, gaat de regering toch draaien en keren. Net als de stoelen in de Tweede Kamer. Ja. Om toch maar even iets er weer door te drukken wat een groot deel van het land niet wil. Hoe heet jullie nummer 1? Jan Roos. Jan Roos is nogal bekend. Zeker. Van stijl, hoe heet het? Geen stijl. Ja. Hij ging nogal recht door zee, maar ja, dat doe jij misschien ook. Nou ja, ik vind altijd als je ergens van overtuigd bent, dan moet je niet daar een compromis in doen. Hè. Het bekendste voorbeeld is als je een bord hebt met eten en een bord met gif, dan kan je het beter niet door elkaar roeren, want dan weet je zeker dat het fout gaat. Ja, dus als je een overtuiging hebt, ga er dan voor. En dat vind ik met Jan Roos een van zijn kwaliteiten. Wat hij heeft gepresteerd is natuurlijk in Nederland ongekend. Dat je gewoon op een standpunt waarvan iedereen denkt dat wordt niks. Dat krijgt hij het referendum niet voor elkaar. Ja. Dat is al gelukt. Vervolgens zouden er niet genoeg mensen opkomen. Dat is hem al gelukt. En vervolgens ook nog eens een standpunt wat zeg maar de zittende orde niet wilde, is hem ook nog gelukt. Okay. Een enorme prestatie. Nou, op welke plaats sta jij zelf? Nummer 7. Ga je het halen? Dat weet je nooit. Het is tenslotte een verkiezing. Ja. Mijn belangrijkste gedachte om op plek 7 te gaan staan, dat is dat ik maximaal support wil uitspreken voor de partij. Maar wel dat ik ook duidelijk aan mensen in Gouda wil laten weten. Ik ben primair verantwoordelijk voor mijn wethouderschap in Gouda. Dus het is niet zo dat we met twee, als ik op plek 2 had gestaan, dan had ik zeg maar, misschien in de Kamer gekomen en daar zeg maar, op een stoel gezeten. Ja. Mijn inkomen opgestreken. Voor mijn doen dan en dan relatief weinig bijgedragen. Dan ben ik liever heel actief als wethouder. Okay. Wordt VNL een hele grote partij? Ja, dan denk ik dat ik met mijn ervaring ook een landelijke bijdrage kan leveren. En dan zal ik zeker ook het belang van Gouda niet verwaarlozen. Ik zeg het toch nog een keer. Facebook, noem al die social media maar op. Hoe hoger jij komt, hoe bekender jij wordt, des te meer duikers op je. Dat geloof ik. Maar dat is echt geen enkel probleem. Ik heb naar eer en geweten mijn leven ingericht. Dus ja. Oké, je hebt daar geen problemen mee? Nee. Oké, waarom worden politici niet meer vertrouwd? Mag je dat laatste antwoord geven? Omdat ze het een zeggen en het ander doen. Nou, dat is heel goed. Dan gaan we er nu bij jou zo. Jan de Laat, ik wens jou heel veel succes. We gaan je natuurlijk volgen. Heel graag. Op het moment dat je in de Tweede Kamer komt, nou dan gaan we je weer even uitnodigen voor in de studio. Nou, dan kom ik graag. Ja? Oké. Dames en heren, dit was het voor vandaag. We hopen dat u gekeken met plezier heeft. En we bedanken onze gasten in de studio. En onze programma's zijn niet alleen via de kabel, maar ook direct te bekijken via de website www.gouwestad.nl. En dan klikken op uitzending gemist. Of via YouTube onder de zoeknaam RTV Gouwestad. Wat ons betreft, tot gauw bij Gouwestad Magazine.